Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe vlog. Veel kijkplezier. De uitslag van de is op 28 augustus is negatief. Dus we hebben geen corona. Super, dankjewel. Naar buiten, rennen. En nu een rondje door de wijk heen rennen en hoesten op iedereen die ik tegenkom. Want ik heb geen corona. Yes, kom op dan. Dat vind ik echt oerlelijk. Dat vind ik wel leuk als je het uittrekt. Dan is hij ineens leuk. Net thuis en gelijk weer de deur uit. Sas krijgt namelijk een kinkhoestvaccinatie. Ben je niet bang voor prikken? Nee. Nou, het ging niet goed bij de dokter. Ik moet gelijk door naar het ziekenhuis. Het is echt vreselijk. Ik zit hier helemaal gestrest, hartstikke bang. Echt een schande wat hier gebeurt. Alles gaat mis. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe... Logeerpartij. Vlog. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Nou ja, het zal wel. Oké, veel kijkplezier. Je moet dat gewoon opgenomen met de huisarts of huisartsenpost. Is er nog iets anders aan die u kan helpen? Nee, zou u de uitslag nog één keer kunnen herhalen? Hij staat nu op luidspreker. De uitslag van de is op 28 augustus is negatief. Dus we hebben geen corona. Super, dankjewel. Oké, doeg. Dag. Naar buiten, rennen. Lina. Corona, Lien, kom eens. Dan mogen we aaien. Yes! Ik ga nu een rondje door de wijk heen rennen en hoesten op iedereen die ik tegenkom, want ik heb geen corona. Yes, kom op dan. Yo, we hebben geen corona. Oh, dus we komen zo meteen die kant op. Gezellig. Ik twijfel ook al. Ik dacht, weet je wat, het is gewoon een kleine verkoudheid. Maar ja, je kan het risico natuurlijk niet teglopen. Ik heb mijn tijd heb ik nuttig besteed. Er was namelijk een vaatwasser. En die vaatwasser was vol. En nu niet meer. Ik ben benieuwd wat Sas ervan gaat zeggen. Ik denk dat als ze straks terugkomt en ze kijkt bij de vaatwasser, dat ze zegt, ik ben zo trots op jou. Maar ik weet het niet zeker. Het vrouwtje is weer terug van winkelen. Even mijn nieuwe schoenen. Nou, dit is beter. Ik had toch liever die gouden gehad, maar ja. We waren er alleen maar met 38. En wat heb je voor de rest gekocht? Laat het zien. Even rustig bij zitten. Deze trui. Dat vind ik heel leuk. Heel leuk. Het is echt een hele leuke trui. Deze trui. Die heb ik een paar maatjes groter gekocht. Voor het dikke buik show. Voor het dikke buik. Dit lijkt dus echt een soort acrobatenbroek. Voor de zwangerschap denk ik echt dat dit fantastisch zit. En als hoe stretchy is die dan, boven? Oh ja, ja. Dus dat denk ik, ziet er niet uit, maar als je hem aanziet... Nou, ik vind hem wel heel leuk. Ik zie dat soort dingen. Je moet je er niet in vergissen, want je zegt wel... Nee, je denkt dat het er niet uitziet. Laat ik het zo zeggen. Ik, als fashion icon... Het ziet het natuurlijk gelijk dat dat mooi is. Het is echt een jurk voor je moeder. Hemdje. Oh, dat vind ik echt oerlelijk. Dit is echt het lelijkste hemdje dat ik denk ik ooit heb gezien. Oké, nou, dat was echt gelukkig ooit. Ook maar 5 euro. Dus 5 euro weggegooid. Mooi. Ja, maar je moet hem even aanzien. Ik weet hoe het valt, Lucie. Ik ben niet alleen binnenhuisarchitect. Ik ben ook in mijn vorige leven modeontwerper geweest. Vind je deze stom? Ja, echt stom. Okay. Maar je hoeft het dus ook niet aan te trekken als ik zeg het is niet leuk, hè? Want ik kan zien hoe dat valt. Dat vind ik wel leuk als je het uittrekt. Dan is hij ineens leuk. Deze. Liefie, kom eens, ik wil je wat laten zien. Heb je de afwasmachine uitgeruimd? Ik denk dat als ze straks terugkomt en ze kijkt bij de vaatwasser, dat ze zegt, ik ben zo trots op jou. Jezus. Ik ben trots op je. Waarom pak je dat papiertje nou? Ja. Ik gaf je gewoon een tip. Dat snap ik. Dat je gewoon een keer kan zeggen, ik ben trots op je, liefie. Dat zeg ik zo vaak. Daar heb ik geen briefje voor nodig. Zeg het. Ik ben heel trots op je. Ik had niet verwacht dat je het zou laten zien. We moeten 5 minuten lopen naar het hotel. Want de accu is leeg. Het wordt tijd voor weer een benzineauto. Ja, we moeten gewoon überhaupt blij zijn dat we weer op straat mogen gaan. Ja. Ik ben zo blij met frisse lucht. Goed. Vanavond even uit eten, want papa en mama zijn morgen heel veel jaar getrouwd. Iets tussen de 15 en 25. Maar precies weet ik het niet. En ik heb iets heel leuks gezien voor bij mijn ouders in huis. Een boom. Het plafond is namelijk heel hoog. En er moest gewoon iets extra zijn. En ik zat erover na te denken. Ik denk, ja, wat moet het nou zijn? Een plant, het is gewoon niet indrukwekkend genoeg. Er moet een boom komen, gewoon van 4 meter hoog. Ja, ik denk dat het huis helemaal afmaakt. Nou, we hebben net ingecheckt. Ik werd echt heel verdrietig van die vrouw. Ik ook. Ach, ze raakte me helemaal op mijn emotie. Wij zijn vanaf gesloten en vergeet je sleutel niet meenemen. Anders kom je het gebouw niet meer in. Maar gewoon wel 80 euro, hè?
gewoon fucking 80 euro, man. Moet je kijken. 80 euro zonder ontbijt. En je ziet nou echt kito, man. Niet heel erg blij, maar ja. Als we maar kunnen slapen. Oké, wat gaat ons nu overkomen? Nou, zat ik nou voor mijn bed. Jezus, zeg. Nou, gaan we gelijk liggen. Gaan we dit schrale verdriet even oplossen. Met chocomel op bed. Ja, wel schoon, toch? Het licht doet het niet. Ja. Oh ja. Het is niet anders. Oké. Maar eerlijk, was je verliefd op me al voordat je me kende? Vond je wel een hele leuke jongen, ja, tuurlijk. Was je verliefd? Nee. Ja. En toen je in Utopia kwam, was je toen verlegen en een beetje onzeker? Nee. Sas? Nee. Kijk eens, is eerlijk. Ik ben niet zo gauw verlegen en onzeker, hoor. En je moet me niet voor lul zetten nou. Waarom voor lul? Gewoon. Ja, maar we hadden gewoon een hele leuke klik. Ja, een hele leuke klik. Kijk maar, leuke klik. Ja. Nou, we zijn er weer op de boerderie. Ben jij helemaal aan het trillen weer? Ik ben helemaal blij. Ja, wacht, liefie, wat ben je blij. Even een grote sprong. Nou, we hebben geen corona. Gelukkig, jongens. Top, hè? Nou, even een kleine update. Oh, top. Dit is mooi geworden ook. Die komen eromheen. Kijk. Daar komt de lamp aan. Dus nou, als je die ziet, dan denk je echt, wauw. Echt top. Gaat helemaal de goede kant op dit. Het is echt heel veel meer ruimte, vind ik. Ja. Ik ook zeker. Ja, met al die dwarse balken. Weet je waar wij naar aan het kijken waren? Het is veel te druk. We waren aan het kijken naar een boom van 3 meter hoog. Een boom van 3 meter hoog? Ja. Ik denk hier naast het kookeiland. Maar ik denk namelijk dat dat het af gaat maken. Ja, ik denk dat je dat straks het beste ziet als de keuken erin zit. Ik zie dat al, hè? Kijk daar, kijk. Ik voel dat al, ik zie het al. Nou, daar moet je dan een mooie pot met hangplant. Ja. Wat, zei je dat ook? Ja. Met een hangplant? We hebben een pijp, ouwe. Wat is hier nou gebeurd, mam? Je bent helemaal veranderd. Botox haar. En door Sas geveund. Door Sas geveund. Nou, echt lekker zeg. We gaan uit eten en ik loop nog steeds zo bij. Oké. Oh, even niet mee uit eten. Normaal even altijd mee uit eten, nu even niet mee. Mama zegt dat je met de trap gaat, maar je loopt toch echt mee naar de lift? Ja, ik loop wel nu mee. Ik vind het mooiste glazen lift. Ja, dat wil ik ook in huis. Ik krijg al... Kijk maar zo. Kijk maar in de volgende hè? Maar weet je dat ik het door Dikke ook gekregen heb? Waar de balustrade weg is. En kijk, het draait me helemaal goed. Oh, echt? Ja? Hoe gewoon de Dikke gekregen? Dat is lekker makkelijk om papa weer de schuld te geven. Hey, waar je mee omgaat word je wel besmet. Ja, dat is wel waar. Waar je mee omgaat word je mee besmet. Ja? Ja. Nou, proost op jullie trouwdag. Ja. Dit is maar een klein geitje. Even mijn bril. Heel klein. Maar het gaat om het gebaar. Het gaat om het gebaar. En de gezelligheid dat we met z'n viertjes zijn. Met z'n vijfjes zijn. Met z'n vijven. En opnieuw zijn we met z'n vijven. Ja. We zijn niet met z'n vier, maar met z'n vijven. Ja, kijk. Wat staat er? Liefst van ons drie. Ja. Hey, ik ben gefilmd, hè? Nou. Ja, voor jou. Zo ben ik wel met je vertrouwd. Oh, maar jij zegt net tegen mij, wat ruikt je lekker? Is dat die? Dat is die. Oh. Oké, dat is oproep Sas Insta. Want Saskia gaat haar Instagram opengooien. Daarvoor zal ik alvast een oproep plaatsen, zodat mensen er gaan volgen. Sas zit er helemaal in, ze geeft net ook influence tips. Lachen met je ogen. Ja. Oké, moet je kijken hoe hard het gaat. Saskia goes influence. Dat is toch ook zo? Zoals Kia Goes Influencer. Kijk dan. Kijk, wel een leuke foto. Ja. Ik heb aan die kant groene asperges. Met er bovenop burrata. Een mix van mozzarella en rook. Parmezaanse kaas. Lekker, dankjewel. Dat is een forse uitleg. In die tijd had ik het ook wel op kunnen hebben. Liffie. Ja. Ben je er helemaal klaar voor het influencer? Nee. Maar even voor iedereen, is dit je eigen keuze of heb ik je gedwongen? Het is mijn eigen keuze. Ja. Dat zou ik nooit doen. Je hebt me niet gedwongen. Maar ik heb er wel heel lang over nagedacht. De keuze om met mij te gaan en een kind te nemen heeft ze sneller gemaakt dan of ze de account opengooit. Wow. Ik ben wakker geworden na Celebrity. Mevrouw de influencer, hoe voelt u zich? Echt moe. Hoe heeft u geslapen? Slecht. Raadt u dit hotel aan aan uw volgers? Nooit. Maar ook ik raad dit hotel niet aan aan mijn volgers. Niet doen! Gewoon niet doen!
Wat gaan we vandaag eigenlijk doen? Even inspiratie opnemen voor de babykamer. Inspiratie voor de babykamer, dat is zo cute. Het is niet echt zwangerschapsproef dit, hè? Er zit wel wat licht. Wow! Ik was bijna uit balans. Tering, hè? Nou, het is helemaal niet gelukt. Het is zo'n grote winkel. En dit, dat is het enige wat we gekocht hebben. Het is helemaal mislukt in de winkel. Ja. En er zijn nog heel veel andere winkels, hè? Ze accepteren geen cash, maar de pinautomaat doet het niet goed. Het moment dat een ogenblik in één keer wel echt heel erg lang duurt. Ik weet niet of het aan je pas ligt. Eindelijk. 2 minuten om af te rekenen. Ik heb de auto even aan de kant gezet, want volgens mij gaat het gebeuren op dit moment. Influencer Sas gaat de eerste foto plaatsen. Oh, ze is nu met emoticons bezig, dames en heren. Hoe gaat ie? Prima. Happy Sunday met een zwart hart. Ja. Zwart, waarom dan? Ja, gewoon, omdat het een zwart-wit foto is. Dus ik dacht, doe ik zwart-wit hart. Maar dat is dus stom. Ja, weet ik veel. Moet je lekker zelf weten. Oké, okay, nou, ik doe iets anders. Ik doe een paperclip. Waarom een paperclip? Tik veel. Ik doe dan een... Je moet het helemaal zelf weten. Maar waarom zeg ik heb je dat gewoon... dan? Nou, ik ben gewoon hater. Ik ben gewoon de doorsnee volger, zeg maar. We hebben overal een mening over. Een bloemetje? Ja, en waarom is het een zwart-wit foto? Omdat ik dat mooi vind bij deze foto. Hashtag influencer? Nee, ik doe geen hashtags. Wel, moet ik... Nee, moet je zelf weten. Moet je zelf weten. Ik heb dat nog nooit gedaan. Je bent ook nog nooit geïnfluenced. Nee, precies. Komt-ie? Ja? Ja. En we zijn live. Eerste like! Eerste like! Yes! Yes, eerste like. Hartjes. Eigen reactie liken ook gedaan. Huppakee. Je eigen reactie liken? Dat doe ik normaal nooit, hoor. Nee, ja, dat zeg je nu. Niet alles wat zegt. Maar ik like wel altijd mijn eigen foto's. Ja, als je niet leuk vindt, waarom zou je dan plaatsen? Maar waarom zou je je eigen foto liken? Nou, om te laten zien, ik vind hem ook leuk. Maar dat weten ze toch, anders zou je hem niet plaatsen. Je hebt al 4 likes. Sassy popular. Een influencer dat ze is. Ze ziet net deze mooie paarse, wat zijn het, planten. Terwijl we in de auto aan het rijden zijn. En ze zegt, oh stop even, dan kunnen we een mooie foto maken. Dit is influencer to the max, hoor. Ergens stoppen op de weg om een foto te maken. Woep woep. Ik ben zo in love. Mooi. Stel net tegen de volgende groep lijken. Ja? Gelukkig, dat moet jou. Wauw. Kijk hoe mooi het hier is. Stas is inmiddels al vanaf daarachter is al aan het influencen. Ze zit alleen nog maar 1 story te maken. Ik ben benieuwd of we hier ooit niet spijt van gaan krijgen. Ik vind het lekker zo hier in de natuur. Ja, hè? Kijk, voor jou. Ah, wat lief. Dat doe ik zelf wel van jou. Bij gebrek aan beter. Bij gebrek aan beter? Ja, daarom ben ik toch ook wel bij jou. Oh, grapje. Grapje. Ik zie met een zwangere vrouw. Nee. Heel mooi? Heel mooi. Ik had ze nog niet gezien. Laten zien. Ja, neem maar mee. Foto van Sas maken voor de influencer pagina. Een hele goede morgen allemaal. Ik ga even lekker douchen. Sas is nu aan het douchen, die gaat dan naar de werk toe. En dan ga ik ook naar het werk, naar de bouwput in Wil. Als het goed is, wordt vandaag de schoorsteen eraf gehaald. Maar het zou vandaag de hele dag droog zijn. De dakpannen moeten er ook droog voor zijn. Nou heb ik net even met papa gefacetimed en heeft het dus toch een klein beetje geregend in Wil. Ja, bizar natuurlijk. Gewoon zo'n lokale regenbui alleen boven Wil. Om te zorgen dat wij niet verder kunnen met het dak een beetje gewoon ons project saboteren. Denk je dat het is? Nou, het is in ieder geval niet per ongeluk. Nou ja, ik zou dus eigenlijk gaan douchen. Maar Sas wil liever dat ik eruit zwaai. Wat gebeurde er? Ik denk ervan. Maar ben je wel blij dat ik hier ben om je uit te zwaaien? Ja, tuurlijk. Het ziet er echt heel raar uit. Gaan we ook mijn blote voeten vast het hek open doen. Goedemorgen planten. Dag. Hoe maken jullie het? Nee, ze komen uit. Kijk. Kijk hoe mooi. Kijk hoeveel knoppen er nog aan zitten. Prachtig. Ik voel mijn tuintje in mijn hart. Liefie, de nieuwe planten zijn uitgekomen. Althans nieuw, die er al een maand in staan. Er waren alleen nog maar knopjes aan zaten. Over tijd, hè?
Om 7 uur opstaan is ook echt niks voor jou. Nee, maar dat is überhaupt niet. Het slaat ook nergens op. Het is gewoon een soort van mishandeling. Krijg je wel extra betaald op de dagen dat je gewoon allemaal een vachtje bed uit moet. Tch, belachelijk. Denk je dat er ooit een moment gaat komen zoals gevaarlijke beroepen krijgen tegenwoordig toch, of al jaren krijgen die een soort toeslag? Omdat je gevaarlijke beroepen doet. Nou, ik zat te denken, zal er niet in de toekomst veranderen dat iedereen die verplicht op kantoor moet werken, een hogere kans heeft op besmetting met corona en daardoor gevaarlijk werk doet en een toeslag krijgt als je naar kantoor gaat? Het nieuwe werken. Wie betaalt dan? De burger. Partij van de toekomst. Ik denk dat ik een politieke partij moet beginnen, want dit is natuurlijk gewoon wel een goed idee. Je mag je personeel wel vragen om op kantoor te komen werken, maar dat moet dan al in de sollicitatiegesprekken, moet in het kantoor, in het contract zitten. Er moet toeslag voor. Voor alles moet toeslag. Je wil dat ik ook echt wat ga doen op kantoor? Toeslag. Moet ik collega's ook af en toe beantwoorden als ze een vraag stellen en meehelpen? Toeslag. Alles toeslag. Voor niks gaat zonder. Nee, voor alles toeslag. Loop je mee? Ik kan het zo. Oh, wat leuk! Jij gaat zo staan. Iets meer zo. Wacht, kom, wacht. Iets meer hier staan. Doen. Hier. En dan voorover drukken. En dan kan ik over je schouder filmen. En dan zeg je, mooi man. Mooi man, dit is niet geregisseerd. Ja, maar dit is toch juist leuk als dat erin blijft. Dag liefie. Doe Lina van de Graaf. Augustin. Lina van de Graaf. Augustin. Sla je me weer. Jullie zijn allemaal getuigen. Ik ga aangifte doen. Doe maar. Toch. Groet je ouders. Doei. Kom straks. Oh, de kus stond er niet op. Dan krijg je er toch nog een, joh. Even voorzichtig. Doei, Lina. Lien, doei. Ga nou maar, je bent weinig te laat. Oh, ja. Hey, doe voorzichtig. Laat even weten als je op kantoor bent. Ja. Oké. Okay. Doei, poepie. Hou allemaal Sas in de gaten. Kenteken Sas. In de gaten. In de gaten. Ik moet in mijn vorige leven ook wel gewoon wetenschapper zijn geweest. Want al deze intelligentie, dat kan natuurlijk niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Ja, van mijn ouders heb ik het waarschijnlijk ook niet. Oh, sorry pap, sorry mam, grapje. Maar even een onpopulaire mening. En dan mogen jullie hier eventjes in de reacties op gaan schieten. Elektrische apparaten maken dik. Elektrische fietsen hoef ik natuurlijk niet uit te leggen, hè. Je hoeft niet te trappen. Maar waar ik het nu over heb, is de elektrische auto. Maar waarom maakt hij dan dik? Het is niet dat je normaal gesproken hem zelf aan moet trappen of zo. Een elektrische auto maakt dik om deze reden. Je moet vaak tanken. En wat doe je dan? Je eet een broodje. Dat is slim, hè? Wetenschappertje! Er kwamen vrienden bij mijn ouders langs. En ze hebben nu zo'n groot terrein. Ze kunnen gewoon, het is een soort van camping geworden. Kijk maar. En hoe was het, jullie eerste campinggasten? Gezellig. Gezellig. Ja, ja, dat ze er waren. Ja. Ja. Het zijn nog oude vrienden, Robin en Ellie uit het noorden. Dan hebben we zoveel land om het huis heen. En dan nog ga je de hort op om de hond uit te laten. Waarom? Dan kan ze spelen met andere hondjes. Welke andere honden? Ja, daar staat een hond voor de. Oh ja, daarachter. Ja. Ivy, is dat hondenlosloopterrein? Is Ivy hondenlosloopterrein? Ja. Niet poepen op het pad. Ah, plassen op het pad. Dat mag wel. Dat hadden jullie zeker niet willen zien, hè? Ja, hoort er ook gewoon bij. Kijk eens, stoer. Ja, ik kan beter niet. Ze is zo stoer. Waar gaan we omhoog staan? Ik zeg je heel eerlijk, ik ben toch. Als zo'n grote hond eraan komt, dan ben ik toch op een of andere manier bang dat ze in één hap opgegeten wordt ofzo. Het is een eitje grote kak. Mag ze prijzen zien? Ziet op. Oh, nou, ze dekt het alleen, hè? Ja. Ze begint er alleen helemaal bij te kwijlen, Ivy. Kom, ouwe kwijlhond. Oh, kijk, nou is ze ineens woest op een paard, ja. Hoor. Net thuis en gelijk weer de deur uit. Sas krijgt namelijk een kinkhoestvaccinatie. Ben je bang? Nee. Niet? Ben je niet bang voor prikken? Nee. Wel lopen of gaan met de auto? Lopen. Hey! Ga jij mee? Ga je mee? Ik zou hier echt niet voor gemaakt zijn. Ik heb een hekel aan prikjes. Ben je dat eng prikken? Ja, vreselijk. Spannend. Ben je klaar voor Liefie? Ja. Ik mag alleen tijdens het prikje zelf mag ik niet filmen, dus dat moet ik jullie helaas onthouden. Het is niet anders. Nou, dat was hem alweer. Helaas hebben jullie het niet kunnen zien. Sas. Ik ben flauw gevallen. Was het heftig? Nee. Ben je pijn? Nee, ik voel er meer niet dan wel van. We zijn weer bijna thuis.
En dat is het moment dat we hopen dat Lina nog in leven is. Ze ging zo ver meelopen net. Lina! Van helemaal tot de grote weg. Lina! Waar is Lina? Lina! Sas die gaat andijvie maken met de gehaktbal. Ze had nog gehakt kruiden. Mogen jullie raden welke datum dit is? Of, het is over datum, laten we het daarop houden. Tot wanneer was dit houdbaar? Ik denk... 2000... Dames en heren, het is nu praktisch september 2020. Hoeveel maanden is het over datum? Ik denk 24 maanden. 26. Juni 2018. Ik koop gewoon altijd zoveel. En dan gebruik maar je neemt dit soort dingen dus mee tijdens een verhuizing? Ja, zo. Dit heb ik meegenomen met verhuizing. En dan denk ik, nou, dat is nog goed. Maar vertel eens, wat is het geheim achter jouw ontduiking? Laten we het anders doen. Wat is het geheim achter je ballen? Gehakt slagersreceptmix in een goede braadpan met goede braadboter. Nou, wij gaan eten. En Liefie, hoe lang zijn we nou al samen? Negen. Kan niet, dus zet ik nog in Utopia. Lekker, Liefie. Ik hoop het. Ja. Oh. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Een hele goede morgen. Sas gaat naar haar werk en ik ga even een broodje halen en dan ga ik ook werken. Vanmiddag wordt trouwens de koeker geïnstalleerd. Yeah. Die hebben we besteld. Sas die drinkt heel veel thee en dat is eigenlijk de reden dat er een koeker komt. En voor de rest natuurlijk omdat ik elke avond in de keuken sta om eten te maken. Echt niet. Nou, het is zover. De installateur is er. Ruimte erbij. Dik hoor. Nou, ik ben benieuwd. Inmiddels zijn we een kwartiertje verder en hoe lang verwacht je dat het nog duurt? Ik denk 20 minuutjes. Ik had eigenlijk de hele middag vrijgehouden, maar dat betekent dat het je niet eens een halve dag hoeft te kosten. En het is klaar. Even een stukje uitleg erbij, want deze kraan heb ik nog nooit gehad. Dit is koud. Ja. Dit is warm. En dit is kokend water. Nice. Nou, super. Hey, dank je. Doei, doei. Doei. En hij is weer weg. Fluitje van de cent. Als je er verstand van hebt dan tenminste. Gaan we even een limonadetje maken. Oh ja, dat was dus de kracht hierachter, dat Philip ook al vertelt. Als er heet water uit de kraan komt, er zit een soort van, correct me if I'm wrong, een soort van condenslaagje in, waardoor het heet is, maar je vingers dus niet brandt. Waanzinnig. Ik zou je heel graag zeggen dat de limonade nu zelfs lekkerder is. Dat is in ieder geval, dan ben ik aan het liegen en dat doe ik liever niet. Even gedoucht, opgefrist. Sasia. En nu naar de dokter. Want ik heb de laatste tijd heel veel last van mijn lichaam. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb. Ik heb namelijk ook last van dementie. En als ik diep inadem, dan heb ik hier gewoon overal pijn. Soms heb ik zelfs een steek achter bij mijn rug, maar dan aan de binnenkant van mijn lichaam. Dan zou je denken dat het mijn long is. Nou ja, ga nu naar de dokter in ieder geval. Nou, het ging niet goed bij de dokter. Ik moet gelijk door naar het ziekenhuis, naar het lab, voor bloedprikken. Want de symptomen van het... druk op mijn borst bij het ademhalen, benauwde gevoel en mijn zuurstofpercentage van 92%. Zorgt ervoor dat we moeten prikken voor het uitsluiten van een longembolie. Als ik dat wel heb, dan is het even de laatste vlog, denk ik. Ja, nou laten we maar hopen dat het goed komt. Nou, we hebben net bloed geprikt, een bandje gekregen en we zitten hier zeker een paar uur in het ziekenhuis. De uitslagen van de bloedtest zijn er over anderhalf uur ongeveer uiterlijk. Ja, verder testen, interne testen voor het uitsluiten van een longembolie. Maar ik heb al even op internet gekeken en een longembolie is niet prettig. Ik ben ook heel kortademig. Ik heb heel veel druk op mijn borst. Ja, wachten. Hopen dat het goed komt. Zal het gewoon wel. Als ik meer weet dan, en het niet erg is, dan laat ik het jullie weten. En anders, later. Nou, er komt net iemand naar ons toe en die zegt... Nou, meneer Van der Graaf, de foto is gemaakt, dan mag u naar huis. Nou, er is nog geen foto gemaakt. Ik heb nog helemaal geen uitslag van de bloedtest, maar hij wil me wel alvast naar huis sturen. Daarvoor kom ik hier aan in het ziekenhuis en er wordt me verteld... we gaan alleen een foto vandaag maken en we gaan geen bloed afnemen. Uiteindelijk toch bloed afgenomen is toch ook weer... Alles gaat mis. Alles gaat mis. Het is echt vreselijk. Ik zit hier helemaal gestrest, hartstikke bang. Ik weet niet eens wat ik heb. Ik zie alleen online staan dat een longembolie dodelijk kan zijn. En dan word ik gewoon... Net bijna, we worden gewoon bijna naar huis gestuurd. Foto's gemaakt, u mag gaan. Nou, bizar. En dan krijg ik vandaag de uitslag van de bloedtest. Dan mag ik gewoon tot na het weekend wachten voor de uitslag van de foto. Nou,
Het is echt een zot voor woorden dit. Ik word net weer gewoon bijna naar huis gestuurd zonder een uitslag. Zelfs niet van de bloedtest nu. Ik ben echt boos geworden ook. Ik zeg, nee, dit kan gewoon echt niet. Het is echt een schande wat hier gebeurt. Het is gewoon, je wordt gewoon vanuit de huisartsenpraktijk word je doorverwezen met de verdenking van een longembolie. En dan gaan ze je nu naar huis sturen zonder de uitslag. Ben je niet goed bij je hoofd of zo? Oké. Geen longembolie, gelukkig. De uitslag hebben we nu gehad. De uitslag van de foto van mijn longen, die krijg ik maandag. Dat is op zich prima, want dat had de dokter me ook op voorbereid dat het maandag zou zijn. Maar ik moest en zou gewoon deze uitslag hebben. Dus in ieder geval geen longembolie, maar dat verklaart natuurlijk de klachten niet. Ook druk op mijn rug, druk op mijn borst, kort ademen. Gewoon echt pijn bij diep inademen. Ik had 92% zuurstof in mijn bloed. Dat is veel te weinig natuurlijk. Dus er moet wel iets zijn, tenminste. Of het was gewoon pech. Nou ja, hopen dat maandag ook oké is. Maakt je ook heel erg zorgen. Ja, tuurlijk. Ik ook eigenlijk wel. Nee, je kan nou daarom was ik ook zo woest. Ik denk, ja, je rot op, maar je gaat me niks ga je mij naar huis sturen zonder dat ik een uitslag heb. Dat is onmogelijk, anders was ik al 3 keer thuis geweest. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik ga pas naar huis met de uitslag. Monkapje. Oké, okay, get over yourself. Ik ben weer de oude. Ja, maar ik had het gewoon even nodig, de uitslag, dat er niks aan de hand is. Tuurlijk, ik ben toch hartstikke bang dat ik dood ga dan. Ik krijg mijn kind. Het is helemaal niet mijn moment om dood te gaan. Nou ja, een longembolie is wel fucking gevaarlijk. Dat is wel fucking gevaarlijk. Dat is sowieso. Dat is als de dokter die stond, de dokter stond zo. Ja, nu moet ik. Maar alsnog ben ik wel kort ademig en zo. Maar ja, misschien dat ook iets aan mijn conditie. Misschien dat er conditie dingetjes. We moeten mee sporten. En daar gaan we vanavond mee beginnen. Ja, hardlopen. Ik voel me weer een beetje opgelucht. Nee. Ja. Hardlopen en doodlopen, schat. En ik heb genoeg angst gehad vandaag. Nou, we zijn weer thuis. Ik heb alle paniek van de verdenking van een longembolie. En mijn ouders zijn ook naar boven gekomen. Nou, en daar zijn de anderen. Ja. Kijk eens hier, daar hebben we. Is dat Rembrandt Schildersbedrijf? Daar werkt Ruud, de vader van Sas. Kijk, Ivy, mijn vriend. Ivy, mijn vriend. Ivy ook mijn vriend. Oh, dat is helemaal boost, hè? Zitten we dan in één keer met z'n allen? Nou, ze zijn in ieder geval allemaal blij dat er niks aan de hand is. Super bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe vlog. Vanaf nu gaan we over naar een wekelijkse vlog. Ik merk zelf dat ik met heel veel andere dingen bezig ben. Waardoor ik er niet altijd helemaal aan toe kom om 2 keer in de week te presteren. En ik wil natuurlijk wel blijven presteren. Vergeet vooral niet te abonneren. Om te zorgen dat je in ieder geval die ene vlog in de week niet mist. Of in ieder geval er op tijd bij bent. En tot de volgende keer. Doeg!